Danielle Oerlemans gaf op 7 december het startsein voor de nieuwe landelijke actie van SOS Kinderdorpen, Zeg iets liefs. Lieve mensen, zeg iets liefs voor SOS Kinderdorpen. Met de actie wordt aandacht gevraagd voor het belang van een liefdevol thuis voor kinderen over de hele wereld. We proberen om zoveel mogelijk mensen ervan bewust te laten worden dat je vaker iets liefs moet zeggen tegen elkaar. SOS Kinderdorpen doet dit, zodat we proberen uit te stralen waar SOS Kinderdorpen voor staat. Want ieder kind verdient een liefdevol warm thuis. 10 dagen lang kunnen passagiers en bezoekers op Schiphol iets liefs zeggen in de speciaal daarvoor ontworpen liefdesinzamelingsbak. Vivian, ik vind je hartstikke leuk. Vivian, ik vind je hartstikke leuk. Ook ambassadeur van SOS Kinderdorp Jan Smit was aanwezig om de actie te steunen. Deze ik voor jou ook hartstikke leuk. Deze ik voor jou ook hartstikke leuk. Ik ondersteun deze actie omdat ik al 15 jaar ambassadeur ben van SOS Kinderdorp. Ik heb een aantal acties al gedaan natuurlijk in de loop der jaren, maar dit is wel iets waar iedereen aan mee kan doen. Het kost niks. Er is altijd wel iets wat je wil zeggen, misschien tegen je dierbare of tegen je naaste mensen of vrienden of familie. Wil je ook iets liefs zeggen? Dat kan. Tot en met 16 december staat de liefdesinzamelingsbak op Schiphol op het Jan Dellerplein naast de ijsbaan. Misschien heb jij wel een vriend of vriendin, vader, moeder, neef, nicht, oom, tante of je hond. Of maak jij het een ander huisdier waar je iets liefs tegen wil zeggen. Doe het dan deze 2 weken via deze actie. Druk op de blauwe knop en zeg iets liefs. Doen hè? Dankjewel. Kus.